fijn dat jullie gekomen zijn. Een samenkomstdag. Je staat dan terugkomstdag. Dat staat op de website van mij en bij Arjan en Monique. Maar het is een samenkomst naar aanleiding van een eerdere vierdelige bijeenkomst. Een bijeenkomst die heel gefragmenteerd is, omdat het onderwerp buitenaards contact en multidimensionale realiteiten, wie wij werkelijk zijn, natuurlijk een dermate groot onderwerp is. Ja, dat kun je eigenlijk niet eens in 10 langdurige sessies uiteenzetten. Sterker nog, we hebben er misschien wel een hele episode van ons bestaan voor nodig. Dus wat we vandaag zouden kunnen doen is een aantal dingetjes. Hoe zich dat ontwikkelt en hoe we dat gaan doen, dat is aan ons samen met elkaar. Maar we zouden vandaag een stukje samenvatting kunnen doen. Die kan ik dan uitleggen of samenvatten met een paar plaatjes erbij. We kunnen met elkaar in gesprek, want daar is deze dag ook zeker voor bedoeld. Dat we met elkaar in uitwisseling kunnen, interactief. En dat we ook kunnen voelen of we bepaalde sloten in onszelf hebben, die er ook afgehaald kan worden vanmiddag. Simpelweg omdat iedereen er gewoon gigantisch toe doet. Het maakt helemaal niet uit wat onze achtergrond is of wat dan ook. We zijn misschien wel te voorzichtig en ook misschien wat bang soms om dingen te zeggen of om te vragen. Je vraagt mij niks, je vraagt jezelf vrij. Dat is eigenlijk wat we doen. Zo ervaar ik het ook. Als ik een vraag stel aan iemand, dan kan ik daarover nadenken van, ja, is dat nou een vraag? Moet ik nou het antwoord van die persoon krijgen? Maar dat is het niet, want ik besef dat het antwoord wel in mezelf ligt. En ik het heel prettig vind om die vraag te stellen, waardoor er een reactie kan komen die een mogelijke bijdrage kan leveren aan mijn eigen kennis die er eigenlijk al is. Die kan ik naast elkaar leggen. Dus voor mij is dat ook het vragen stellen en informatie delen. Dus ja, laten we dat maar gewoon fijn met elkaar doorlopen. En ja, onderaan staat het plaatje van Earth Matters, de oorsprongrijke mens. Ik heb dat ook gisteren in Breda nog gezegd, dat ik het buitengewoon respecteer en waardeer dat Arjan en Monique zich zo ontzettend hard en stevig inzetten om deze bijeenkomst door heel Nederland plaats te laten vinden. Het zal niet onopgemerkt gebleven zijn in jezelf, tenminste zoals ik het mag zeggen, dat het onderwerp waar wij het over hebben, met alle verdiepingen daarin, van allerlei zijtakken van waarheden en onwaarheden, mogelijkheden op geestelijk niveau en op kwantumniveau, dat dat soms nogal eens een bom kan leggen onder jezelf, maar ook een bom kan leggen dat jij eigenlijk die bom bent in de wereld voor andere mensen. Dat andere mensen daar vervelend van worden of daar een forse reactie op kunnen hebben van waar ben jij in godsnaam mee bezig? Ik vind het echt van een enorme moed getuigen dat Arjan en Monique zich er zo uiteraard op een eigen manier ook voor henzelf en de wereld voor inzetten. Maar ik ben jullie heel dankbaar voor de organisatie die jullie neerzetten. Want het is niet eenvoudig om met iemand als mij samen te werken. Omdat ik heel slecht vaste paden kan doorlopen. En dat heeft Arjan en Monique natuurlijk ook gemerkt, dat ik heel moeilijk bereikbaar ben, zo niet onbereikbaar. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de enorme inzet. En dat we nog maar met elkaar en met velen samen met elkaar dit onderwerp op de aardse landkaart terug mogen brengen. Dus dank jullie wel. En ik ben jullie ook allemaal dankbaar dat we met elkaar zo aan het werk zijn om te kijken van wat is er nou eigenlijk allemaal mogelijk. Niet per se wat is er waar, want dat is toch wel iets aan jezelf om te ontdekken wat de waarheid is. Maar goed, hoe ver durf je naar de waarheid te kijken als je vastzit aan allerlei systemen en processen van gedachten van andere mensen? Als bijvoorbeeld blijkt dat zelfs je geloofsovertuigingen inderdaad een overtuiging is, een puur een geloof, maar nooit echt getoetst is aan wie je werkelijk zelf bent. Ja, als die kaartenhuizen allemaal in elkaar vallen, en dat is ook de tijd dat dat nu moet gebeuren, dat we in een diepe verwarring terechtkomen om eigenlijk weer opnieuw de boel bij elkaar te brengen, dan geeft dat soms een hele raar effect in je werkelijkheid. Dus hoe is het met jou eigenlijk op dit moment? Dat is ook de vraag, die stel ik. Maar die mag ook gewoon gesteld worden over onszelf. Hoe is het eigenlijk met mijzelf? Hè? Hoe gaat het in een wereld waarin we nu leven? Waarin er zoveel omgekeerd wordt. Weer teruggekeerd wordt naar de oorsprong. Hè? Dat je ontdekt van wat er eigenlijk allemaal niet klopt. En dat je je eigen identiteit daar zo op hebt gebaseerd voor een lange tijd. En dat je tot ontdekkingen komt van, goh, ik ben heel iemand anders. Hoe ga ik dat een ander vertellen? Hoe ga ik de wereld laten zien wie ik werkelijk ben?
Ja, dat zijn enorme gebeurtenissen. Dat is een complete herziening van een beschaving die hier op deze aarde leeft. En daar staan we dus met elkaar voor. Dat is de vraag van hoe het eigenlijk met mezelf is, ook dit moment nu. Dat is een fundamentele vraag. Want als je niet oplet, dan loop je daar zo overheen. Ook met de processen van bewustzijn. Dat je op een gegeven moment bezig bent met bewustzijn om dingen te bereiken en te doorbreken. En jezelf terug te halen. Kan het ook zijn dat zelfs dat nog een afleiding wordt. Dat je niet doorhebt hoe het eigenlijk echt werkelijk met jezelf is. En daar ben ik heel erg geïnteresseerd. In hoe het echt met mezelf is. Hoe ik me voel. En vanochtend vroeg wakker geworden. En ik moest toch ook wel een beetje lekker in de tijd hier naartoe reizen. Ik kon het gewoon niet laten. Omdat ik voelde hoe het met mezelf is. En veel ook op mijn manier doe. En dat kost ook heel veel energie. En er gebeurt daardoor ook heel veel met mezelf. Wie ik hier ook ben. Dat ik moest mezelf ook echt eventjes in de tuin gooien. Naast de vijver in Kerkenveld. Ik moest gewoon even onkruid tussen het grind weghalen. En ik kon gewoon niet meer stoppen. En niet omdat ik steeds weer een nieuw plukje zag wat er ook nog uit moest, want dat kennen we ook. Maar vanwege het gevoel van de ontspanning. Het was zo zinvol om in die tuin bezig te zijn. En zo zinvol om ik heb wat plantjes weggehaald, die stonden daar heel, heel weelderig. Ik kon bijna niet meer over het bruggetje, dan heb ik dat er weggehaald. En er waren twee stengels, ongeveer zo lang. En daar zat een grote roze kop op, van allemaal mooie roze bloem. Zat erop en die heb ik er gewoon weer tussenuit weggehaald en een vaasje gedaan. Omdat ik gewoon voelde van ja, maar dit is zoiets unieks dat deze twee bloemen, die hebben daar speciaal gegroeid. Ik kijk ernaar, ik geniet ervan, ik geniet van die bloemen. Dat komt een bepaald bewustzijn daardoor naar voren, bewondering voor de natuur. En dan kan dat niet zonder een waardering zomaar worden weggegooid. En dan voel ik dus van ja, hoe gaat het dan eigenlijk met mij? Nou, dat zijn mijn momenten van onderhoud. Zo onderhoud ik mezelf, om gewoon met de natuur bezig te zijn. En dat moet iedereen op zijn eigen manier doen. Dat hoeft niet per se alleen maar met de natuur of via de natuur. Maar we moeten wel in de taken die we in onszelf naar voren hebben gehaald en die we elkaar ook aanreiken in deze wereld. En de hele wereld zal in dit frequentieveld waarin wij bij elkaar zijn, zal de hele wereld dit onderzoek op schoot krijgen. Iedereen. Niet denken van dat regeringsleiders dat onderzoek niet krijgen omdat ze allemaal zwaar in de donkere drap zitten en dat ze het niet kunnen voelen. Ieder mens op de aarde komt in deze vibratie terecht en gaat voelen dat het onderhoud nodig heeft. He, want dat is waar het allemaal om draait. Dat is ook waar de lezingen ook over gaan. Dat we onszelf weer opnieuw moeten gaan terugvoelen, ervaren. En dat je daardoor eigenlijk een hele andere werkelijkheid in jezelf moet openen. Ja, dat zijn echt megajobs. Jullie weten dat. Jullie weten het net zo goed als ik. Het is echt een job op zich. Dat onderzoeken en jezelf onderhouden. Dat kost en energie. En je wordt ineens weer iemand anders. Eigenlijk word je dan juist jezelf. Dan is het andere stuk van jezelf. Die ook best wel leuk is. Op vele mogelijke manieren. Die lijkt dan niet meer te passen in het nieuwe stuk. En als je die dan wegstopt. Dan kan het zo zijn dat je die persoon ook nog weer gaat missen. Van jezelf, dus die moet je dan ook weer terughalen. Omdat dat stuk persoon ook van aardse dingen houdt en daarin ook is opgegroeid. Dus dat stuk wil misschien wel dansen, spelen, muziek maken of schilderen. Of misschien op stap. Maakt niet uit, ook de aardse dingen. Ja, ik vind het heel waardevol om daar met elkaar over te spreken. En laat ik maar gewoon even een korte samenvatting dan op mijn manier geven. Bij mij duren korte samenvattingen altijd 4 tot 5 dagen. Hier staat avond, het is een middag. Ja, als ik nou kijk naar wat het stuk wat ik meegeef. En dan zeg ik ook altijd heel helder bij dat het voor mij een vertaalslag is vanuit hoe ik zelf functioneer. Hoe ik van binnen mezelf ervaar. En ook hoe ik denk. Dus als ik kijk naar mezelf, waarom ik bijvoorbeeld hier sta, in dit moment, maar ook hier op de aarde, dan is dat omdat ik vanuit mijn kant weet wat de grotere werkelijkheid is waar we ons in bevinden, wat zich om ons heen beweegt. Dus eigenlijk waar de aarde mee verbonden is, wat de aarde eigenlijk ook echt is, wat er gebeurd is met de aarde. Indringende gebeurtenissen met de aarde. Wat er gebeurd is met de mens. Met levensvormen op de aarde. Waar wij nu een uiteindelijk resultaat van zijn.
Dan heb ik het puur fysiek, hè, biologisch. Dat ik die dingen weet, zo ben ik mij bewust geworden, zo ben ik hier dan geboren, dat is intact. Heb ik een weg gevonden, die moest ik ook opzoeken om te kijken hoe kan je nou eigenlijk met elkaar in gesprek over deze onderwerpen. Ben ik gaan kijken van hoe kan ik daarover spreken, zodat mensen zichzelf daar op een bepaalde manier in kunnen herkennen. Omdat ik weet dat ieder mens van een andere orde is dan wat we hier denken te zijn. Wij zijn niet lid van een spiritueel model. Wij zijn niet lid van een religieuze overtuiging. We zijn zelfs niet eens lid van een culturele achtergrond. Het kan wel zo zijn dat we dat hier ervaren. Maar daaromheen, voordat dat allemaal is gestart, zijn we iemand anders. En zijn we niet zomaar iemand, maar zijn we hele waardevolle, zeer waardevolle en ook belangrijke wezens. Niet belangrijker dan een ander, maar we doen er wel toe. Ieder mens. Dus ik ben gaan kijken van, goh, hoe kan ik daar nou eens over beginnen te praten? Ik ben me heel bewust van het buitenaardse, zoals wij dat hier noemen, het buitenaardse onderwerp. En ik ben me daar zo zeer bewust van, dat ik me eigenlijk in mijn hele bestaan niet kon... Ik kon niet de manier van communiceren vinden met mensen over dat onderwerp, omdat eigenlijk iedereen geloofde. En slechts enkelen lieten het geloof over het onderwerp wat UFO's en buitenaardse zijn, lieten dat los, wisten het niet en konden ook echt naar zichzelf toe. Dus ik ben in een hele weg ben ik terechtgekomen om in gesprek te gaan over het onderwerp buitenaards, het onderwerp wie de mens is, het onderwerp wat een realiteit is, energie, en het onderwerp wat waarneming is van die energie. En dan de vraag, wie neemt er dan waar? Neemt degene waar die in allerlei modellen verkeert? Is het persoon, is de identiteit van de waarnemer geframed? Bestaat die überhaupt wel? Of moet die er dus af? En dan ben ik zo een route ingegaan waarin ik probeer bloot te leggen van de vraag, besef je wel dat het merendeel van je leven nooit door jezelf is gekozen? Dat zijn enorme vragen. Dat is een klap in het veld waarin we leven, die alles op zijn kop zet. Ben je daar bewust van? Dat je nooit zelf voor het merendeel van je leven gekozen hebt. Kun je naar karmische modellen gaan wel of niet, maar ik heb het over het leven hier. Het leven wat tastbaar is van jezelf. Kijk gewoon eens terug naar de afgelopen 5 of 10 jaar. Zo ben ik begonnen om mensen te vragen van, ben je daar bewust van dat je eigenlijk heel veel hebt geleefd van een systeem? Of van je vader en je moeder, als je die hebt gehad biologisch. Of van degene die je hebben geholpen om groot te worden. Ben je bewust van dat je heel veel dingen hebt gekozen, zo niet misschien, maar zelfs waarschijnlijk wel alles, op basis van een opvolgsysteem van gedachten? Nou, dat zijn kaskrakers voor het hoofd. Want daar komt rijkdom voor terug, als je dat beseft. En dan komen dingen tot stilstand. En als we erachter kunnen komen dat we voor een groot deel zijn geleid door systemen, en dat we keuzes hebben gemaakt uit mogelijkheden die ons voorgelegd zijn, waar we niet om vroegen, komen we tot een inzicht van, als ik nou eens vanaf begin af aan compleet niet had geleefd op de manier zoals mij is geleerd. Maar ik zou eigenlijk vanaf het allereerste moment mezelf zijn geweest, dat ik me er bewust van was vanuit mijn gevoel wie ik ben en welke keuzes ik daar op basis daarvan zou hebben gemaakt. Oh, wat voor soort mens zou ik dan zijn? En dan komen we dus op de taal, in de bewustzijnstaal terecht. Dat is een autonoom bewustzijn, zelfdenken, zelfvoelen en ook op een gegeven moment gewoon durven zeggen, oh ja, dat weet ik helemaal niet. Want alles wat ik nu wil antwoorden, ik merk dat ik wil antwoorden, maar ik merk ook dat ik eigenlijk wil antwoorden vanuit al mijn overtuigingen en alles wat ik heb geleerd. En dan kom je, als je daar terecht kunt komen, kom je op de taal die alle andere civilisaties spreken, die niet in systemen van een ander zitten. Dan kom je in een taal terecht die vrij is. Nou, mijn vader, die heeft me daar altijd, mijn biologische vader heeft me daar altijd heel erg op geduwd. Hè, van ja, maar wat zeg je? Hoor je nu wel wat je zelf zegt? Hoor je wel wat je zegt? Jij zegt gewoon, jij gooit gewoon alles overboord.
Jij gooit alles gewoon weg. Ho, zo zei hij dat echt. Ho, maar dat kan zomaar niet. Want hoe zie je dan voor je hoe je boodschappen moet doen? Hoe zie je dan voor je dat... En dan kwam het hele circuit. En dat was vol vuur, maar niet tegen. Het was gewoon wat er losgemaakt werd. Wat ook mooi is. En dan ging je daarop reageren. En dan bleef er eigenlijk helemaal niets over. Dan bleef alles wat een argument is, waarom het niet zou kunnen, die vielen eigenlijk gewoon uit elkaar. Want er is gewoon een compleet ander onderliggende, vormloze, dus zonder macht, maar echt wel een systeem wat je niet hoeft te volgen, ligt onder alles, heeft er altijd gelegen dat wij in vrijheid in deze wereld kunnen leven. En dat we dus een compleet andere plek ook hebben in die wereld. Dus dan ben je niet meer een vader van een gezin of van een kind. Dan ben je niet meer een moeder die voor haar kind moet zorgen. En dan ben je niet meer een opa of oma die een opa en oma is en voor de kleinkinderen moet zorgen. En ook nog een keer de kinderen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, ook nog een keer moet onderhouden. Maar dan word je iets anders. En dan wie je dan weer wordt, dat is wie je altijd al bent geweest. En die afpelactie, dat is waarom ik hier sta. Om ons allemaal te confronteren eigenlijk met onszelf. En ik weet helemaal niet of ik dat op de goede manier doe. Maar ik weet wel dat het hele grote effecten heeft. En als het effecten heeft, dan gebeurt er iets. En als er iets gebeurt, dan hebben we de mogelijkheid om daar op eigen manier op verder te bewegen. En waar ik het dan over heb, en dat is waar, ik leef hier ook op de aarde en ik ben heel goed in het taal, ik ben heel goed gegrond. Ik kan met alles heel goed meekomen, vind ik zelf. Dat is mijn eigen beleving. Er zullen mensen zijn nou, die zeggen iets anders. Maar dat is mijn beleving, ik kan heel goed meekomen. Ik ben niet van de wereld, zo. He, dus ik ben hier gewoon wel fundamenteel aanwezig. Dit plaatje wat hier staat, dat is wat ik weet. En dat is niet een gegeven, maar ik kan me alles herinneren. Deze wereld, deze werkelijkheid hier, is voor mij een soort tussenstation. Dat is een moment waar ik zelf voor heb gekozen om in deze wereld te komen. En alles wat er daarvoor was, ik noem het nu ervoor, maar zo werkt het niet. Maar alles wat er daarvoor was, alles, dat is bij mij volledig aan. Dus ik heb een hele gekke jeugd gehad om te leren voelen wat een wereld is waar je wordt ingepakt en naar voren wordt geduwd en voordat je het weet sta je op een lopende band en ben je onderweg naar iets waar je niet om hebt gevraagd. Het is een hele gekke gewaarwording. Dit plaatje geeft het eigenlijk aan. Dat is wat er gebeurd is en dat is ook de essentie waarom de aarde eruit ziet zoals hij nu nog functioneert. Wat op alle mogelijke manieren onder druk staat. Links zie je een mens en rechts zie je een mens in volwaardigheid. En daarmee bedoel ik vrij. Niet onderworpen aan een systeem, maar volledig vrij. Thuis. Een leven in vrijheid, een leven in een enorm vakantiegevoel, met een heel groot vermogen van begrip van het leven. En interactief, altijd met andere mensen en andere wezens bezig. En niet alleen op één planeet, maar multidimensionaal reizend door, zoals wij dat noemen, de kosmos. Grote projecten die zijn opgezet, werelden die worden opgericht, werelden die worden onderhouden, vriendschappen, grote onderzoeken die er plaatsvinden. En ook, niet vergetend, het leven constant wordt gevierd. Dat is een gigantische gebeurtenis. Wat wij hier op de aarde bijna alleen nog maar kunnen ervaren als we een moment hebben dat we niets hoeven te doen, dat de verplichtingen weg zijn. De verplichtingen zijn weg, de vakantie is er, je kunt helemaal alles loslaten, je kunt helemaal jezelf zijn. Je hoeft niet te denken aan de dag voor morgen, want je hebt nog wekenlang, hoef je niks te doen. Links en rechts, links is wat er is geweest voor de mensheid, dan heb ik het over het humanoïde ras. En er is iets gebeurd, en dat zijn geen kleine gebeurtenissen, dat zijn de grote kosmische oorlogen. Er is iets gebeurd waardoor de mens in verval is geraakt. Het bewustzijn van de mens raakt gedempt. Dus de frequentie, het frequentiescheppende veld, het organische veld om te denken, in vriendelijkheid en respect te kunnen verkeren en ook in actie te kunnen zijn met andere mensen en enorm van de dieren te kunnen houden, dat je met die dieren samen op pad gaat, dat het je beste vrienden zijn, dat je gewoon met hen, bij wijze van spreken, in de bergen kunt slapen en die vriendschap kunt voelen.
Dus het gaat echt voorbij, alleen het menselijke stuk, maar ook met de natuur, is in een demping terechtgekomen. Daar gaan de lezingen over. Dat is ook de reden waarom het buitenaardse fenomeen, wat we hier op de aarde buitenaards noemen, zich zo vreemd gedraagt. Omdat er iets met ons aan de hand is wat wij niet kunnen zien als mensheid. We beginnen het nu met grote sprongen te zien. Maar dit is wat er is gebeurd. Grote oorlogen en de mens is nu, laat ik zeggen, het derde plaatje vanaf de rechterkant. Dat groene plaatje. Daar is de mens. En dat is niet per se daar die plek omdat ik dat nu zeg. Zo beeld ik het nu even uit. Je moet allemaal voorzichtig zijn, want ik duid niets. Ik geef alleen even een soort voorbeeld van waar we ongeveer zitten. Er is heel veel gebeurd. En de mensheid is haar vermogen kwijtgeraakt om te kunnen zijn wie ze werkelijk is. Nu, de dag waarin we nu leven, zien wij de ontwikkelingen van grote technologische voorbodes van bewustzijnsbesturende en beheersende technieken. Dat gedachten worden vervormd omdat gedachten, neurologisch gezien, eigenlijk puur elektrische signalen zijn. Het zijn bits en bytes die door het centraal zenuwgestel reizen. En als je dat kunt beïnvloeden, of zelfs als je gedachten kunt elektronisch creëren en je kunt ze plaatsen in een mens, dan worden daar ook de gevoelens zelfs bij actief. Dus we zien in de dag waarin we nu leven de grote gevaren. Nu is het nog een gevaar. Er zal straks een tijd komen dat het gevaar geweken is. Tot dat moment wees alert. Maar we zien de grote gevaren nu van kunstmatige intelligentie en het besturen van ons bewustzijn. Nou, moet je kijken, zitten we 100 jaar, en daar gingen de lezingen ook over, zitten we zo'n beetje 100 jaar zitten we in een ontwikkelingsfase van techniek. Maar dit stuk wat je daar ziet, de val daarvan, gaat over tientallen miljarden jaren. Dat houdt in dat er, en dat is helemaal niet moeilijk voor te stellen, dat houdt in dat wat wij in 100 jaar hebben tot nu toe hebben kunnen ontwikkelen, wat nu in een versnelling komt, wat er in 40 jaar tijd is ontwikkeld, gebeurt nu in 3 maanden. Die versnelling is enorm. Dat houdt in dat andere intelligenties dat al lang onder de knie hebben. En die hebben te maken met de val van het bewustzijn van de mens. En hier op de aarde wordt over gesproken, over dat het Luciferiaanse systemen zijn, Satan of noem het allemaal wat je wilt. Maar het zijn gewoon hele hyperintelligente wezens. En de hyperintelligentie die er is, die heeft ons zoveel valse beelden meegegeven, ook over het beeld van wat die kracht zelfs is. Want één ding, zij doen dit, de val van het bewustzijn, doen zij om te voorkomen dat jij jouw eigen voelende en eigen denkende vermogen weer aanzet. Want als je zelf echt wakker wordt, wat je werkelijk voelt, niet wat je denkt wat je voelt, omdat je dat al 3 weken lang voelt en dat jouw brein nu het antwoord gegeven, nou, ik voel me eigenlijk, goh, ja, wat, woef, ik voel me eigenlijk zo voel ik me. En dan is dat een herinnering van wat je denkt, hoe je je nu voelt. Op het moment dat jij bewust wordt van jezelf, hoe je voelt en hoe je denkt, op het moment dat het vanuit je eigen waarnemingskracht gebeurt, zonder leugen daardoorheen en eromheen, op het moment dat een mens zich bewust is van zichzelf en niet een automatisch programma is, dus ook terwijl we hier zitten, op het moment dat zelfbewustzijn ontvlamt, komt er een trilling vrij door dat bewustzijn van jou, die in de kwantumrealiteit, dus ook deze werkelijkheid, terechtkomt. Dus de mens genereert frequenties. En dat wat de mens genereert zijn scheppende frequenties. Dat zijn organische frequenties. En die organische frequenties zijn instructies in het kwantumveld om te reageren op de diepste intentie, ook de diepste intentiekracht van dat organische mens. En er zijn krachten die willen niet dat jij dat doet. Daarom zijn we dus opgeleid om het niet te doen. En hebben we ook illusies meegekregen dat we het goede pad bewandelen. Zo kunnen we dus achter iemand aanlopen. Zo kunnen we achter Martijn van Staveren aanlopen met het idee, hij weet het. Dus dan is het goed. Maar op het moment dat jij het niet doet, sta je zelf. Op het moment dat jij niet werkelijk jezelf bent, dan sta je weer achter, loop je weer achter een goeroe aan. En dan sta je weer jezelf te verloochenen. Dus waar het om gaat, en dat is de val van het bewustzijn, is ons bewust worden dat dit wat ik hier als een plaatje heb staan, deze wereld is. Deze wereld is een van de gevallen werelden. Dat weet ik volledig. Ik weet wie erachter zitten, wat hun agenda's zijn, waarom dat is. Het is zo enorm groot. Het is echt zo complex. Het is zo geavanceerd. Die rijken zijn zo enorm groot. En toch
hoeft het daar niet over te gaan. Want met het verstand wat we hier dus in het lichaam nog over hebben, is het heel moeilijk om het allemaal bij elkaar te brengen. Omdat ons verstand gaat dingen combineren tot een model wat het toch niet is. Dus daarom zeg ik, stop daarmee om dat allemaal precies te willen begrijpen. Omdat je het wilt begrijpen, ga uitvinden wie je werkelijk zelf bent. En wat er gebeurt, en dat is deze wereld waarin we nu leven. De wereld die staat op een heel groot cruciaal punt om of, het is een of, wat, zo leg ik het nu uit, maar er is eigenlijk geen andere mogelijkheid. Of de mens gaat dus voelen dat er dingen niet kloppen en zet daarop door en volgt echt de eigen weg. Niets anders dan de eigen weg. Geen spiritueel pad, jouw weg. Daar gaat het om. Maakt niet uit wat je doet in deze wereld. Het gaat erom dat wat je doet, dat dat echt is. Daar gaat het om. Je bent hier nu gast in deze wereld, ik ook. Het gaat erom dat we in het moment dat we hier zijn, de absolute waarheid leven. En het maakt niet uit wat het is, als het maar komt uit jezelf. Als je maar voelt, dit is het. Hier gaat het om. En dat wordt ook wel de Christusenergie, de Christuskracht genoemd, of alle andere woorden. Noem het zoals je het wilt, dat maakt niet uit. Als een mens kiest daarvoor. Dus of we doen dat als mensheid, of we gaan onder het juk van controle door. Nou, en dat zijn dus twee offen die eigenlijk niet bestaan. Want als we met z'n allen in de wereld kijken, en dat zien we echt elke dag weer, we zien dat de mensheid, er is een massa bewustzijnsontwakingsproces gaande. En ik krijg wel eens de vraag van, ja, maar Martijn, denk je nou echt dat het gaat gebeuren? Want we zijn al jaren bezig. Als ik naar mijn buren kijk, dan denk ik, nou, waar blijft dat massa-bewustzijnsproces dan? Want die mensen die staan nog gewoon hetzelfde als 10 jaar geleden. En dan zeg ik van, ja, maar daar gaat het niet om. Dan, dat is de toetsing die jij zou willen doen. Dat is de matrix in action. Die wil dat jij dat daaraan valideert. Maar je moet hem naar een groter niveau brengen. En als je hem naar een groter niveau brengt, dat gaat het dus niet om dat andere mensen wakker worden op jouw manier. Of op de manier zoals een spiritueel model dat voorschrijft. Het gaat om dat je kunt zien dat mensen zich bewust worden dat het niet klopt wat ze aan het doen zijn. En dat is wat er aan de hand is. Echt. Mensen die niet met bewustzijn bezig zijn en helemaal niet met spiritualiteit bezig zijn, die zitten in hun kantoren en ook die mensen voelen dat het niet klopt. Mensen zijn zich bewust dat ze niet gelukkig zijn. Mensen voelen dat kan eigenlijk niet langer zo. Ze worden moeilijk in hun gezin. Ze worden vervelend in de familie, in de vriendenkringen. Dus je ziet dat mensen uit die programma's vallen. Mensen kunnen niet meer. Ze zijn op. We zien het ook, hè, het voorbeeld met de boeren, het hele gebeuren wat er gebeurt, hier ook in Nederland. Mensen, doordat het nu dit gebeurt, mensen komen, de boeren komen in opstand. Nee, de boeren komen er ook achter dat ze niet gelukkig zijn. Dus dat zijn voorbeelden die je overal terugziet. En dat is een kosmische beweging die hier op de aarde plaatsvindt. Want er is ons iets anders gegeven om te zijn en te doen. En dat maakt niet uit. Je kunt hartchirurg zijn, je kan boer zijn, je kunt lekker in de supermarkten lekker aan het werk zijn. Maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit wat je doet, als je dat wat je doet, maar jezelf in kunt vinden. Dus we zitten in een enorme verschuiving. En de chaos is echt nog niet eens begonnen. Dus dat is alleen maar een goed teken. Nou, dat is waar ik ook in die lezing over spreek. Want vanuit buitenaards perspectief, vanuit buitenaardse waarneming van andere beschavingen, menselijke beschavingen en niet-menselijke beschavingen, is onze werkelijkheid waarin wij leven op dit moment, hoe de werkelijkheid navigeert, totaal irrelevant. Ze hebben 0,0 interesse in onze werkelijkheid. Totaal helemaal geen interesse in. Daarom is die interactie, om allerlei redenen, is dit er één van, is de interactie tussen mensen uit andere sterrenwerelden, die verschijnen in deze werkelijkheid hier, blijft om allerlei verschillende redenen, dit is er één, blijft die heel minimaal, omdat ze niet geïnteresseerd zijn in het toneelstuk wat wij hier met elkaar aan het uitvoeren zijn. Niets daarin heeft enige waarde vanuit de vrije geest, vanuit de vrijheid van denken en het echte leven. Niets. Dus ze zullen ook niet gaan helpen om het hier te veranderen. Zij zien dit.
En zij kennen de achtergronden, ze kennen de chronieken van deze wereld, wat hier is gebeurd, welke rijken hier zijn opgestegen, vroeger, heel lange tijden geleden. Die rijken die zijn zo geciviliseerd en zo geavanceerd met hun innerlijk bewustzijn, dat ze zijn weggegaan van de aarde. De aarde is verlaten, meerdere keren geraakt door voltooide beschavingen. Maar er zijn ook beschavingen die zijn onderuit gegaan. En die zijn stuk gegaan. Er zijn beschavingen, er is interventie in geweest. Er zijn beschavingen uit andere werelden ongevraagd de aarde toen binnengekomen. En er zijn genetische modificaties geweest. Dat is een opeenvolging van allerlei krachtige trillingen en programma's en ontwikkelingen. En wij zitten in dit lichaam. Dit lichaam wat er nu is, zijn de restanten van heel veel gebeurtenissen. En dan moeten wij ook nog een keertje met aangeleerde systemen nog een keer tot de kern zien te komen van wie we werkelijk zelf zijn. En op het moment dat we het daarover gaan hebben, dan gaan de gesprekken met buitenaardsen echt starten. Daarin zijn ze geïnteresseerd. In wie je werkelijk bent. Om jezelf los te trekken van het juk van controle. Daarom noemde ik net al ook eventjes dat voorbeeld dat ik vanochtend in de tuin bezig was. Want mijn vibratie, als ik zo lekker naar mezelf luister, en ik weet ook wel dat ik hier op tijd moet zijn, maar die bloemen zijn dan toch eventjes nog net even iets belangrijker in mijn gevoel voor dat moment. Op dat moment is mijn vibratieveld, dus mijn taalveld van mijn intelligentie, van mijn gevoel en mijn denken, is afgestemd op de organische frequentie van waaruit er kan worden gecommuniceerd. Dus waar er naar gezocht wordt in dit hele proces door heel veel beschavingen, meer dan 50 beschavingen nu. Er zijn 7 beschavingen die zijn bezig met de totstandkoming van open contact. Dat is een 7-sterrengroep. En er is een groep van meer dan 50 die beweegt daarachter, zo noem ik het dan maar even, die beweegt daarachter om dat contact, dat zijn koninkrijkcontacten, dat zijn om dat contact met de aarde opnieuw te bewerkstelligen met mensen die zien dat deze beweging niet buiten zichzelf is, maar dat die beweging ook in henzelf is. En dat die mensen die ook herkennen en erkennen in zichzelf, het beste uit zichzelf te halen en er alles aan te doen, met vallen en opstaan, er alles aan te doen om gewoon de waarheid te zijn in elk moment. Daar gaan dus die lezingen over. En dat zijn belangrijke elementen, dit gaat ons allemaal aan. Ik heb in die lezing iets gezegd over de oorspronkelijke mens. En het woord de is daar ook echt wel van toepassing. De oorspronkelijke mens, de oorsprong van de mens. Dit zijn maar plaatjes erbij. Zo lopen we thuis echt niet bij. Maar het zijn plaatjes omdat het woord koninklijk een hele grote betekenis heeft. Het koninklijke in jou, dat is dat hele oude, onaantastbare deel van jezelf. Dat koninklijke, dat is wat er fysiek hier op de aarde door ons bloed stroomt. En wat een resonantietrillingsveld creëert, waardoor de klaargelegde programma's door anderen die zouden kunnen gaan reageren op onze werkelijkheid, dus dat is tijdlijnsturing, dat die bloedfrequenties, dat is het koninklijke bloed, dat die frequentievelden in het energieveld brengen waarin wij leven en daarbij aankloppen bij een nog krachtigere frequentie dan de programma's van deze wereld. En dan komen er dus interacties tussen het menselijk bewustzijn en reactiekrachten van de kosmos, die reageren op ons, en dat zijn frequentievelden, die komen daardoor in contact met ons organisch veld, en op basis van jouw vermogen van denken, van jouw vermogen van voelen, en op basis van jouw vermogen van bewustzijn, hoe dat functioneert in jezelf, worden die frequentievelden als brandstof naar binnen gehaald, komen bij je eigen brandstof terecht, dan komt een werveling en daar ontstaat werkelijkheid uit. Dat is wat er koninklijk is aan de mens. De mens schrijft en ontwerpt haar eigen omgeving. En dat heeft niets met spiritualiteit te maken, het heeft te maken met hoe de kleinste deeltjes van wat wij op dit moment als deeltjes van de kosmos zien, hoe die zich gedragen. En op dit moment is het een rommeltje. Kosmos waarin wij leven is het een chaos, want alles dreunt door elkaar heen en er zit totaal geen orde vanuit de hartskracht, vanuit de eigen intelligentie in. Daar heb ik over gesproken. We zijn zieners.
En we worden in elk deel van de kosmos en elk kosmos wordt het menselijke ras, dus niet alleen van de aarde, maar de humanoïde rassen die wijdverspreid en vertakt door allerlei dimensies leven, worden wij gezien als zieners. En dat heeft te maken met wat wij van binnen voelen en wie we zijn, brengen we dus ook in het veld. Met andere woorden, je ziet iemand in grote psychische problemen, je ziet het. Jij bent open en eerlijk en ontvankelijk. En je voelt en je denkt niet, ik ga de ander beter maken. Dat is het niet. Je voelt de toestand van de ander. Dan is jouw bewustzijn, het zienende bewustzijn, het ziet de ander, is in staat om daar naartoe te gaan, met bewustzijn of met lijf, lichaam, om dat bewustzijn, het zienende bewustzijn, bij de ander te laten komen en de ander daarbij te assisteren om terug te keren in de eigen frequentie. En dan worden ziektes, het gaat even heel ver wat ik nu zeg, maar zo zit het letterlijk in elkaar, worden ziektes die verstoringen zijn in de trillingen, worden in dat moment instant opgelost. Dat zien we dus ook in de oude geschriften terug. Het is kwantummechanica direct verbonden aan het bewustzijn en de diepste staat van vriendelijkheid en de diepste staat van verbondenheid met de ander. En daar zit er dus geen bemoeienis in. Dus dat gebeurt niet omdat je vindt dat de ander beter moet worden of omdat je vindt dat je iets te doen hebt. Dat gebeurt uit een hele diepe eerbiedigheid en een eerlijkheid. En ik denk dat dat ook is de reden waarom wij mensen zo ontzettend veel pijn ervaren als we in een wereld als hier zijn. Omdat deze wereld hier, de mensen om ons heen, leven zo ontzettend op een afstand. Mensen willen wel iets van je, maar er is niet echt contact. Alles gaat net langs je heen. Op het moment dat je voelt, nu is er echt contact, moet je bijna alweer klaarmaken voor het grote moment van verdriet dat je of bedonderd wordt of toch moet vaststellen dat je niet wordt gezien. Dus dit is een wereld waarin die ontmoetingen heel zeldzaam zijn. Zeer zeldzaam. En wij zijn hier, niet vanuit een opdracht vanuit een God, wij zijn hier omdat we komen uit die val van het bewustzijn. Wij zijn hier in dit moment om dat stuk, dat zeldzame, te representeren. En dat doen al die andere grote, meervoudige, meerdimensionale beschavingen doen dat ook. En we hebben daar ook heel veel vriendschappen in. We hebben heel veel vriendschappen met andere beschavingen. En die andere beschavingen die ons heel goed kennen en ook weten wie waar is, welk persoon van welke wereld in een bewustzijnstoestand van verval terecht is gekomen, welke krachten daaromheen hebben gespeeld met een virtuele insertie waardoor je dus deze wereld nu ervaart, dus allemaal, alles is bekend. Dus wat wij niet weten, is buiten onszelf allemaal bekend. Dus ieder mens op deze aarde wordt ook op een bepaalde manier waargenomen, gezien. Alles wordt in de gaten gehouden. Maar niet in de gaten van, wij moeten het in de gaten houden, maar omdat jij belangrijk bent. Dat is ook wat we hier op de aarde in een misinterpretatie zien als de engelen die ons heen zijn, of gidsen die ons begeleiden. Het is iets anders. Het zit er allemaal heel dichtbij in de buurt. Maar dingen die heel dichtbij in de buurt zitten, kunnen nog wel falikant verkeerd aflopen. En we hebben onuitputtelijke krachten om samen te werken. Dat heb ik in die lezingen ook naar voren gebracht. Dit gaat ons dus gewoon allemaal aan. Zo simpel is het. Het maakt niet uit. Daar kun ik over discussiëren. Het gaat ons allemaal aan. Je weet het. Je weet dat je veel meer geluk uit je leven haalt als je iets doet wat zinvol is. Dat geeft zingeving. Er komt iets terug. Je geeft iets wat waarheid is en je voelt dat het in jezelf energie geeft, kracht. We komen hier dus eigenlijk ook om een aantal dingen ook te beseffen. En als je wat hier staat terugkoppelt aan wat ik net heb verteld waar de mens toe in staat is, wij noemen dat hier op de aarde, als je liefde geeft aan iemand gaat de ander die liefde ervaren. Nou, je kunt niet zeggen ik heb de liefde in mijn hand dragend en ik heb het naar je toe gegooid, jij hebt het opgevangen. Het zijn bewustzijnskrachten. Liefde, aandacht, is een bewustzijnskracht. En als je daar bewust van bent wat dat nou eigenlijk is, dat het niet zomaar een toevalligheid is, maar dat het echt een gereedschap is, echt een bewust gereedschap, dan kun je naar dit onderwerp ook op een andere manier kijken. Planeet Aarde is voor en van iedereen. Heel, heel openend. Dat kun je wel zeggen. En dat kun je wel vinden in een bepaald moment, maar ga maar eens kijken naar hoe jij jezelf gedraagt. Het gaat om die besmetting, om het zichtbaar te maken, om ons grotere potentieel gewoon weer open te leggen. Van wat het eigenlijk echt is.
Planeet Aarde is voor en van iedereen. Ja, ik kan dat roepen. Maar hoe ziet mijn leven eruit? Waar leg ik dan de claim? Leg ik nog een claim? Behoud ik nog iets voor mezelf? Moet ik dan ook alles maar gewoon weggeven? Waar zit bij mij nog de strop die eraf kan? Dat ik nog vrijer kan kijken naar mezelf en nog vrijer iets kan meegeven of kan delen of dus ook kan denken. Heling van de versplinterde gezamenlijke rechten op dit prachtige erfgoed. Dat is wat wij hier aan het doen zijn. Heb je door wat heling is? Ja, dat heb je nu door. Het is de aandachtskracht van de mens. Want deze aarde, die hier onderaan te zien is en waar wij op dit moment nu op aanwezig zijn, is op dit moment in eigendom genomen, kennelijk door mensen die menen dat de aarde van hen is. Maar als die gedachte dat de aarde van hen is, ook in jou ligt, dan staat het koninklijke bloed uit. Dus op het moment dat jij met mensen in contact bent, die stevig in het zadel zitten, hè, dus vanuit een bepaalde macht, autoriteit functioneren, dat zij die macht hebben. Als jij daar in die momenten ook meegaat in de machtgedachte van de ander, dan bevestig jij het systeem van deze werkelijkheid. En de taak is nou juist om, terwijl je dat ziet, dat het versplinterd is, dat tussen aanhalingstekens de rechten op dit prachtige erfgoed, dus de gedachte die een ander erover heeft, en dus ook in jezelf, dat die moet worden bijgesteld. Dus jij bent in staat om een raad, een mederaad van de commissarissen van Shell. Je bent in staat om neem even één voorbeeld, om met een persoon in gesprek te gaan. En die persoon die komt tot het inzicht dat het niet klopt wat hij aan het doen is en wat hij aan het denken is en wat hij aan het uitwerken is. Dus zijn gedachte dat Shell eigendom is van, die komen te vervallen. Die vervallen omdat jij met jouw koninklijk bewustzijnsbloed, wat vrij kan denken, je richt op die persoon. We praten hier over ontsmetting. We praten eigenlijk over de ontsmetting van een buitenaardse macht, die als een parasitaire zwerm zich beweegt door de gedachten of zelfs de gedachten zijn. Dus je mag op een gegeven moment, als je dit allemaal doorziet, mag je eigenlijk van jezelf niet meer meedenken met een ander. Het kan helemaal niet. Het is eigenlijk onmogelijk. En we brengen een einde aan het claimen op zaken welke ons niet persoonlijk toebehoren. Ik vind het bijvoorbeeld heel interessant om te zien hoe er allemaal wapens worden geleverd aan Oekraïne. En hoeveel mensen daar achter staan. Althans, dat is wat mijn matrix mij toont. Van wie ben jij lid? Van welke gedachtegroep ben jij lid? Wat er gebeurt? Ik vind het echt zo bijzonder. Eerst worden geroepen, ja, er zit geen taboe meer op het leveren van tanks. Maar we gaan ze nog niet leveren. Vervolgens zijn geleverd. Er zit geen taboe op het nadenken over het leveren van gevechtsvliegtuigen. Wat ze doen, is die gedachten implementeren in het veld. De mensen gaan dat ook denken. Mensen denken zelf niet. De mensen, het volk denkt, het merendeel denkt, ja, er zit geen taboe op. Het zijn hele gedachteconstructies, hè? Er zit geen taboe op. Oké, als er geen taboe op zit, zegt je mind, dan kan het. En vervolgens leveren ze die gevechtsvliegtuigen, die al lang geleverd zijn, en zelfs op dit moment al niet eens meer vliegen, zijn al die gevechtsvliegtuigen worden gewoon geleverd, en vervolgens zie ik dus dat er een wereld wordt gecreëerd waarin je lid gemaakt wordt daarvan. Want hoe kan het nou eigenlijk zijn dat niemand daartegen iets zegt? We zien het live op ons beeld, hè? Live zien we het gebeuren. We staan er met z'n allen bij in de Matrix. We zien het allemaal gebeuren. En ja, toen iedereen gevaccineerd moest worden, waren er horden mensen op het Malieveld en iedereen stond te demonstreren. En nu gaan we escaleren, militair gezien. En het Malieveld is leeg. Zou het daarvoor bedoeld zijn geweest? Dat mensen moe zijn en dat ze nu weten, er zit geen taboe op.
om geïnjecteerd te worden of om wapens te leveren. Dus dit is de gedachtenmachine die er is. En de gedachtenmachine zit veel dieper in ons als dat we doorhebben. En dat is een buitenaardse macht. Er is een buitenaardse macht in ons aanwezig. En die is eigenlijk binnengekomen voor hele lange tijden geleden bij een invasie van de aarde. Die buitenaardse macht zit in ons. Het zijn restanten van een heel groot oud netwerk. Wat zelfs ook verbonden is met de oude Egyptische periode. Waarin dat netwerk van donkere informatie heel erg regeerde. En dat zit in ons allemaal. Dus we moeten ook zien dat er geen taboe heer is op het spreken van de waarheid. En dat is wat we aan het doen zijn. Wij zijn met elkaar aan het kijken of het de zienende kracht van ons werkelijke potentieel ook in deze werkelijkheid gelanceerd kan worden. Dat is waar de contacten die ik heb met buitenaards, en dit zijn maar een paar plaatjes, bezoekers uit andere werkelijkheden, eigenlijk gewoon onze vrienden, grote kosmische federaties, confederaties die er zijn, en grote raadgroepen die met elkaar communiceren. Echt een, zoals de Verenigde Naties op de aarde werken, zo heb je in alle dimensies heb je ook samenwerkingen tussen gigantische grote constellaties. Dat gaat ons verstand echt werkelijk van de aarde te boven. Die met elkaar spreken over het opruimen van die besmetting. Wij kunnen het buitenaardse stuk en de manier hoe het buitenaardse zich toont, hè, dus de vreemde manier van hoe objecten zich tonen, onlogisch, hoe objecten zich wereldwijd tonen, waarom tonen ze zich zo en landen ze niet bij het Witte Huis met alle camera's eromheen. Al die vragen komen allemaal bij elkaar. Het wordt zichtbaar dat er een andere onzichtbare macht is. Een andere kracht is die eigenlijk onze gedachten zijn. We komen erachter dat de invasie niet raketten en bommen zijn. We komen erachter dat die invasie niet is dat het zomaar een of andere buitenaardse soort is. Maar we komen erachter dat die buitenaardse soort zich vermenigvuldigd heeft en eigenlijk geïmplementeerd heeft in ons. Dat zijn heftige ontdekkingen. En daarom willen mensen daar niet over praten. Mensen willen de verantwoording voor zichzelf niet nemen. Hoe voelt het? Jij weet het. Hoe voelt het als je de juiste keuze maakt die je bevrijdt uit iets? Wat een geluk komt er vrij. En wat een ontspanning. Dan ben je ergens doorheen en je bent ergens af en uit, hè? Dat zijn die parasitaire besmettingen. Als je dingen doet waar je niet meer tegen kunt. En je moet stoppen. Het moment dat je het echt gaat doen, dat is een gevecht. Het is niet zomaar nu doe ik het. Maar dan moeten allerlei kanalen bijgezet worden. Er moeten eigen kanalen van binnenuit. Het lijkt wel alsof je eerst, nou het zijn maar woorden. Maar het lijkt alsof je een vorm van woedende energie moet hebben. Met heel veel liefde en waarheid erin. Dus geen woede van vernietiging, maar woede van kracht. Je moet uit allerlei secties van jezelf moet je kracht bij elkaar trekken om tot het punt te komen om eruit te gaan. En op het moment dat je eruit gaat, dan gebeurt het. En dit kan je aan niemand leren, vertellen, alleen maar zelf ervaren. En jij hebt het ook ervaren in je leven. Misschien is er al overheen geschreven door allerlei gebeurtenissen. Maar herinner je de bevrijdende momenten waarin je voelde, dit is goed, dit moet ik doen. En dan voel je ook echt jezelf. En dan voel je het leven op een hele andere manier bewegen in jezelf. En dan voel je een levenskracht. En dan voel je van, jemig, en je weet eigenlijk niet eens wat je ermee moet doen. Maar je weet wel, dit klopt. En dan komen de parasieten terug. En dan gaan ze aan de gang om te kijken of ze in jouw werkelijkheid aan de slag kunnen om jouw gedachten te corrigeren via de gedachten veranderen. Via de systemen veranderen. En ze doen het op persoonlijk vlak heel dichtbij voor je neus. Maar ze doen het ook in de wereld door te roepen, er zit geen taboe meer op het leveren van gevechtsvliegtuigen. Ze zijn zo geavanceerd. Ik weet dat. Bij mij staat alles overeind. En ik heb het er niet altijd makkelijk mee dat het overeind staat, omdat ik daardoor soms heel erg mezelf als een verzuurd aards mens kan ervaren. Omdat het voor mij niet altijd mogelijk is om echt lekker te kunnen genieten van het leven. En als dat wel kan, hè, en dat zijn innerlijke processen, want in mijn persoonlijke leven met Wendy en met mijn gezin, de kinderen en de dieren, daar is het allemaal goed. Maar het zijn hele diepe zones van mezelf die als het ware die willen iets, hè? Ik wil iets doen, maar dat kan ik niet omdat het iets is wat een gezamenlijk proces is. Ik moet eerst met mijn schouder tegen jouw schouder aankomen en met mijn andere schouder tegen jouw schouder aankomen. Ik moet tegen jou zeggen, ik waardeer jou ten diepste wie je bent.
in alles wat je doet. Wat ben jij ontzettend krachtig bezig. En ik moet ook even meehuilen met wat er gebeurd is. Godverdomme. Huh? In alle pijn en alle mooie dingen. Dus dat is wat er aan de hand is. Zij kruipen binnen op alle mogelijke manieren. En die buitenaardse macht, waarvan de mensen denken dat ze die buiten zichzelf gaan zien, die is miljarden jaren intelligenter en zit in het bewustzijn van de mens. En dat is eigenlijk waarover geschreven wordt over het beest. En dat is dus niet een heel kwaadaardig iets. Daar hoeven mensen helemaal niet bang voor te zijn. Het is alleen, het zijn niet je eigen gedachten. En daarin moet je jezelf bewust worden wat je eigen gedachten dus wel zijn. Nou, als je je hier bewust van begint te worden, dan snap je ook dat er een hele grote samenwerkingsverband is, waar we zelf van origine ook bij horen. Al jouw plezier wat je in het leven hier ervaart, de dingen wat je aantrekt, de gevoelens die je hebt in jezelf. Dus ook in de vorm, hè, dat je voelt van ja, ik vind het heel fijn om om dat en dat en dat te doen. Die gevoelens die daar van binnenuit in jezelf daardoor aangeraakt worden, die hebben te maken met wie je bent vanuit waar je vandaan komt. En het samenwerkingsverband, dat is jou ook bekend, omdat het de taak is van alle vrije wezens om samen te werken om werkelijkheden, of ze dan virtueel genoemd worden of niet, opgerichte werkelijkheden, nieuwe realiteiten te ondersteunen en het leven te brengen. En dat ook te vieren, maar ook om het te onderhouden. Er moet ook onderhoud gepleegd worden. En dat gaat via bewustzijn. En met het verhaal wat ik daarbij vertel, is het ook duidelijk dat er niet wordt ingegrepen in de aardse gebeurtenis. Dat er geen disclosure komt op het niveau waarbij alle mensen die in UFO's geloven, denken dat dat gaat gebeuren. Want die krachten die ons gaan tonen en ons al vele jaren tonen dat er disclosure komt, de krachten, de gedachten die dat opleveren, dat zijn zij die het niet willen. Er komt geen enkele disclosure van buitenaf. Want dan zitten we weer in een driedimensionaal proces van jongens, we hebben een wereld ontworpen zelf, waarin we met fossiele brandstoffen bezig zijn gegaan. En kijk nou, wij vernietigen de wereld. En we hebben informatie van buitenaf nodig. We kunnen nu schone energie bouwen. En de buitenaardse komen ons helpen. Disclosure is onderweg. Er wordt verteld wie we werkelijk zijn. En dat moeten we allemaal geloven dan, hè? Wie we allemaal werkelijk zijn. Waar we vandaan komen. Waar we toe in staat zijn. En zij komen het ons vertellen. Dus het wordt een verhaal van buitenaf. We kunnen het zelf niet voelen, we kunnen het ook niet herinneren. Ons oorspronkelijke geheugen, circuit van het emotionele circuit van geheugen, springt niet open. En vervolgens komen we dan in een driedimensionaal nieuw proces terecht van een nieuwe tijdlijn waarin het allemaal veel beter gaat. Disclosure gaat niet door, het gaat niet gebeuren. Dus iedereen die denkt op de aarde dat er disclosure komt door buitenaardsen, dat ze zichzelf kenbaar gaan maken, dat is niet het geval. Wat er wel mogelijk is, is dat de zieners van oorsprong, dus jij, met jouw vermogen, en je weet het, want je zit niet voor Piet Snot in je huiskamer, te denken en te voelen over deze wereld. Dat heeft een reden. Dat is niet omdat je op een gegeven moment hebt gedacht, nou ga ik eens even helemaal nadenken over deze wereld. Nee, dat komt van binnenuit. Het is een hele diepe roep. En van binnenuit wordt er gecreëerd, frequenties gecreëerd, zien we dwarsverbanden en van binnenuit vindt er een contact plaats. Van binnenuit gaat het gebeuren. Dus het is ook aan de mensen op de aarde hier, die niet geloven in buitenaardse, maar gewoon zien, ach, deze wereld houdt gewoon niet op bij de horizon. Deze beschaving stopt ook niet bij de horizon. Een radiozender stopt ook niet ineens bij de muur van een huiskamer, gaat ook door de muren heen naar de andere kant van de wereld. Wij ontvangen ook radiozenders uit andere werelden. En daar ligt het samenwerkingsverband om tot een heilzaam geestelijk bewustzijnsniveau te komen. En daar heb ik het steeds over. En ik hoop dat mensen die daar soms heel ontgoocheld over zijn, hè, van wat ik erover vertel, dat die mensen de moeite nemen om dan niet naar mij te luisteren, maar de moeite te nemen van stel je nou eens voor dat het zo zou kunnen zijn. Stel je nou eens voor dat het waar is, dat het niet om buitenaardse gaan die ons helpen, maar dat wij uit een hele andere tijd hier naartoe zijn gekomen. En dat er inderdaad dingen zijn gebeurd waardoor wij niet meer weten wie we zijn. Als dat zo zou kunnen zijn, dan wordt het toch wel eens tijd om naar mezelf te luisteren. Die kant, daar hoop ik echt dat de mensen naartoe gaan.
Overigens is dit bij heel veel inlichtingengroeperingen die het buitenaardse aanwezigheid op de aarde onderzoeken, zijn hele grote draaiboeken op ontwikkeld. Omdat bij de grote onderzoeken, eigenlijk al vanaf de jaren 50 is dat al gestart, is er vastgesteld dat het buitenaardse verhaal zo'n onlogisch proces is en het buitenaardse een soort van, ja, bijna een goocheltruc is over de menselijke geest. Dus dat het zich niet fysiek tastbaar, waar wij iets mee kunnen doen, zich toont, maar dat het zich op een hele andere manier gedraagt en vooral reageert op het menselijk bewustzijnsniveau. Dus er is al bekend dat het hele buitenaardse proces, de grote bezoeken die allemaal aan de wereld worden gebracht, dat die eigenlijk direct verbonden zijn met degene die het waarneemt. Dus met jou. Gelijkwaardigheid. En dat is niet in positie, want in deze wereld, als je het woord gelijkwaardigheid gebruikt, zou je kunnen denken dat het om positie gaat. Maar in de lezingen die ik naar voren breng, waar in fragmenten dan over wordt gesproken, gaat het over gelijkwaardigheid in bewustzijn. Jezelf afstemmen in gelijkwaardigheid, dus ook echt op elkaar. En in verbinding met andere mensen. Dus met alles eigenlijk wat zich manifesteert, daar gelijkwaardig in kunnen zijn. Dat zijn ook de gesprekken die ik voer met mensen uit andere werelden. Het gaat eigenlijk altijd over de basisfrequentie van het leven. De basisfrequentie. Als je naar elkaar kijkt, of er fietst iemand voorbij met een verkeerde kleur onderbroek, korte broek. Ja? Moet je eens kijken wat er gebeurt. Het is echt formidabel. Als je het ziet wat hier gebeurt en hoe we reageren, dan val je echt van je stoel af. Wat gelijkwaardigheid is. Gelijkwaardigheid is ook een hele volwassen bewustzijnshouding. Niet volwassen van, nou, nu ben ik een volwassen persoon, maar volwassen in stabiliteit. Heel kalm. Iemand fietst voorbij met geitenwolle sokken en een oranje broek. Hoe kan het? Hoe kan het dat daar een programma aan vast zit waar wij op reageren? Ik heb het woord gelijkwaardigheid echt in relatie tot dit. Ieder mens is goed. En elke situatie is goed. En als andere mensen kiezen voor een andere situatie die afwijkt van bepaalde gestelde normen die in mijn gedachten aanwezig zijn, ja, je mag wel eens een keer lachen om iets. Dat is ook goed. Humor is een van de grootste krachten van het leven. Maar het gaat om of de gelijkwaardigheid intact blijft. Wordt een raket op een ander afgevuurd? Worden je gedachten als een machtig wapen ingezet? Of niet? Het is belangrijk om dat te beseffen. Omdat als je wapens inzet, als je wapens inzet in dit veld, dan ben je een gereedschap van een andere kracht. Die de transportmiddelen die wij zijn, van hun intelligentie, benut. Dus als jij negatieve gedachten hebt over een ander, of je bent met andere mensen bezig, en je bent daarover aan het nadenken, en je komt erachter van, hé, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ben ik hiermee bezig? Waarom moet ik over die persoon nadenken? Dan word je in dat moment bewust dat al die gedachten die je net hebt gehad, dat die al vertrokken zijn, en dat die gedachtensporen die jij hebt weggestuurd eigenlijk een lopende band is met allemaal dozen erin, waarin ook allerlei andere informatie zit die naar die persoon toegestuurd is. En daar ben jij de schakelaar in geweest. Ja, wat is er nodig? Toepassen en mobiliseren eigenlijk om het hele buitenaardse stuk goed te doorgronden en onszelf goed te doorgronden, om deze hele werkelijkheid waarin we nu leven naar een echt menswaardige en ook natuurlijke samenleving te brengen. En we zitten op dit moment in de meest cruciale tijd van eigenlijk van de hele mensheid, van deze versie, de versie die wij nu zijn. We staan op het punt om echt naar een compleet verlatenheidsveld te gaan. Dus eigenlijk alles gaat verbroken worden. Alles gaat verbroken worden. Er komen niet nieuwe systemen of zo voor terug. Alles implodeert. Alles loopt vast. Alles stopt. En we zullen hele grote acties zien van machten die dingen gaan doen, waardoor wij gedwongen worden toch een positie in te nemen.
waardoor wij toch lid zijn van een bepaalde orde en onze gelijkwaardigheid en openheid weer verliezen. Daar moeten wij heel erg goed bewust zijn in wat voor tijd we leven. Deze tijd waarin we nu leven is een enorme belangrijke tijd. Dus je moet het toepassen en mobiliseren wat je in jezelf voelt. Mobiliseren betekent ook samenwerken met andere mensen. En ik weet dat dat heel moeilijk kan zijn, want samenwerken loopt meestal uit op niet samenwerken. Omdat je ontdekt dat andere mensen gewoon eigenlijk net die frequentie van denken waarin jij verkeert, net niet hebben. Dus je komt wel tot een bepaald punt, maar dan komen de cruciale overtuigingen van de ander, die toch nog gelooft in iets, die komen aan de orde, waardoor die persoon in dat stukje, specifiek dat stukje onderwerp, niet met jou in gesprek kunnen, omdat hun geloofssysteem in de weg staat. Dat is wat er steeds gebeurt. En dat is echt een hele grote error in de manier van hoe we eigenlijk met elkaar moeten samenwerken. Ik heb in mijn bestaan ook vaak mensen, ben ik tegengekomen, die met samenkomsten of bepaalde mini-projecten, en daar was ik al vanaf 2006 al mee bezig, dat mensen eigenlijk een voet dwars zetten in de energie met hun denken, door te roepen, te denken, dat we naar een transhumanistische toekomst gaan. Alles wordt gerobotiseerd, alles gaat de bietenbrug op, de mens gaat helemaal verdwijnen, compleet, alles is helemaal over en uit en dat is de toekomst waar we heen gaan. En dat zijn de donkere dagen waar we heen gaan, de vernietiging ligt op de... Maar hoe kan je dan nog met elkaar samenwerken? Als jij geen kwantumgenerator bent, dit is de wereld der mogelijkheden, dit is het veld der mogelijkheden, zowel in de plussen als in de minnen. Als jij de mogelijkheden zelf niet openhoudt van waar je voor gaat en je laat je aanleiden aan een parasitair gedachtenveld van iets anders en het kan in de logica kloppen omdat je het valideert met de wereld buiten jezelf en dan denk je nou, gaan we die wereld uit. Maar wie zegt dat dan? Hoe kun je dat valideren? Omdat het in de krant staat? Omdat er uitzendingen over worden gemaakt? Wat is nou eigenlijk validatie? Nee, jij hebt het voor te zeggen. Dus samenwerken is een heel groot punt en dat is echt wel heel erg belangrijk. Dan is dit dus de afsluiting van zeg maar de samenvatting. Ga ik het grotere pad op van mezelf en hoe doe ik dat? En wij zijn de nieuwe lichting van de aarde hoor, of je nou 5 jaar bent of je bent 150 jaar. Op dit moment, als je hier bent, ben je de nieuwe lichting van de aarde. Laat ik dat ook even heel duidelijk hardop zeggen. En anders kan er nog een programma in zitten van, ja, nou, ik ben nou een beetje op leeftijd. Ik zit een beetje aan het einde van, wat zit jij dan? Aan welk einde? Wij zijn met elkaar, of we nou een jong lichaam hebben, aard 3D, of een wat ouder lichaam, maakt allemaal niet uit. Wij zijn hier en wij zijn de nieuwe lichting. En wij doen het met elkaar en je doet het in jezelf en daardoor met elkaar. En dan moet je wel kijken naar je eigen pad. Vroeger stond daar het woord spiritueel. Ga ik het spirituele pad op? Heb ik in het begin nog bewust neergezet. Omdat ik met een ijsbreker eerst het spirituele circuit in moest. Waar ik steeds uitgeduwd werd, wat natuurlijk heel begrijpelijk was. Heb ik nu het woord het grotere pad. Hè? Dus van jezelf, hoe ga ik dat op? Onze staat van zijn, dus jouw staat van zijn. Wie je echt bent, niet al dat gedachtegedoe er doorheen. Dat is allemaal niet relevant. En waarnemen, dus jouw staat van zijn en het waarnemen van de wereld vanuit de waarheid wie je bent, beïnvloedt onze levenskracht. Met andere woorden, als je echt jezelf bent en je kijkt vanuit datzelfde wereld in, krijg je levenskracht tot je, want je genereert het zelf. Je genereert die levenskracht. Dat is ook de boodschap, de gesprekken die hier op de aarde weer terug gaan komen. Om onszelf ook in deze wereld naar een onsterfelijkheidsmodus te brengen. Dus mensen die hier, dit proces waar we nu doorheen gaan. En daar hebben we geen technologie voor nodig. Met technologie kan het lichaam inderdaad worden uitgebreid, gezonder gemaakt. Kan het langer werken. Kunnen allerlei genreparaties plaatsvinden. Cellulaire reproducties kunnen allemaal plaatsvinden. Allemaal prachtig mooi technisch. Maar dit lichaam is van oorsprong, hoe het ontworpen is door andere ontwerpers van deze werkelijkheid, is het gemaakt om ook onsterfelijk te kunnen zijn. En het zelf genereren van levenskracht zal in deze dimensie waarin wij hier leven, leiden tot een nieuwe, voor deze wereld, een nieuwe vorm van onsterfelijk leven. En wordt hier ook het koninkrijk uitgevaardigd. Eén van de. Dat is wat we hier aan het doen zijn.
Dus welke bril zet je op? Hoe kijk je naar het buitenaardse proces? Wat is buitenaards contact? Het bestaat eigenlijk helemaal niet eens het woord buitenaards. Het is wel buiten de aarde, maar het zijn enorme civilisaties die het leven vieren in andere sectoren van de kwantumwereld. En zo wordt het ons ineens duidelijk dat we er altijd als wij zijn geweest. Ineens wordt het ons duidelijk van ja, die kwantumwereld is er gewoon. Er is iets gebeurd waardoor ik nu in deze wereld hier ben. En of ik er nou zelf voor heb gekozen, of dat het gebeurd is door vervelende zaken, beide is mogelijk, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je bent nu hier. Ineens ga je het grotere plaatje zien. Ga je zien dat er buiten deze werkelijkheid een enorme realiteit is. En ga je ook realiseren dat daar ergens een plek is waar je huis staat. Want er is ergens een plek waar je woont en waar je leeft. Een plek waar je gelukkig bent. Waar je in volle intelligentie van je eigen krachten, je eigen denken en voelen leeft. Waar je vrienden hebt, je contacten hebt. Beheerder bent van een heel groot natuurgebied. En niet omdat je daar de baas over bent, maar omdat je er gewoon verbinding mee hebt. Je hebt daar een vrij leven, je bent een engineer, je ontwikkelt dingen. Je bent getalenteerd vanuit je eigen gevoelens. En het lichaam wat je daar hebt is een volledige uiting van wie je aan de binnenkant bent. Zo word je bewust van dat je altijd al hebt bestaan. En dat dat fragment van dat je hier op de aarde bent, dat korte moment, dat het helemaal niets te maken heeft met er geboren worden en doodgaan. Maar dat het slechts een moment van een bijbehorend stukje programma is van hier. En zo zet je dus een andere bril op. Ineens ga je je leven anders zien. En daarom zeg ik het ook altijd van, ja, ik sta met mijn voeten op de grond. He, ik moest ook nog eventjes lekker een paar fairtrade biologische banaantjes even kopen, net op weg hierheen. Ik moest toch even de Albert Heijn in, want die stond langs de snelweg. Hop, daar ga ik naar binnen. Ja, dus ik sta met mijn voeten op de grond. Ik moet gewoon de winkel in. Ik besef heel goed, met mijn bril van de waarneming, dat deze werkelijkheid echt een magnifieke werkelijkheid is, een wereld van mogelijkheden, maar wel een restant is van hele grote indringende gebeurtenissen die bekend zijn bij al die civilisaties die ons bezoeken en die verschrikkelijk voorzichtig te werk gaan, omdat zij beseffen dat als zij gaan praten tegen ons hoe het in elkaar zit, dat we wederom niet onszelf zullen zijn. Eerst onszelf zijn hier in deze wereld om de kern van je eigen bewustzijn te raken, om die kern van je eigen bewustzijn in je eigen bestaan te leven op de manier die past bij jou en die klopt voor jou. En vanuit die taal van bewustzijn in gesprek te gaan. En dat moet je ook samen bundelen. En daarom praat ik dus ook over het plaatje hiervoor van het mobiliseren en samenwerken. Omdat de bewustzijnskracht van ons, die is behoorlijk fragiel geworden uiteindelijk. Die komt nu dus weer terug. Hè. Dus de wederopstanding van de mens, die komt terug. Dat bewustzijn van onszelf komt terug, dat we zien wat wel en niet klopt. Maar samenwerken daarin, als je elkaar ziet, als zieners elkaar zien, dus ook echt vanuit hier respect, hè, maakt niks uit wat voor onderbroek jij aan hebt, of kleur, of geitenwolle sokken. Nee, gelijkwaardigheid. Als alles gezien wordt, als zieners elkaar zien, bevestigen ze elkaars kracht. En als ze elkaars kracht bevestigen, bevestigen ze ook de levende kracht, de kosmische kracht. Noem het God, noem het zoals je wilt, noem het de Force. Het woord wat voor jou het kan zijn. Als het woord maar vrij is van energie, van dominante energie, en dat je voelt dat de godskracht, de kracht van het leven, een optelsom is, een samenvloeiing is eigenlijk van alle levende wezens die vrijheid leven en vrijheid uitdragen en vrijheid bewaken, beschermen. Dan zul je zien dat je elkaar als ziener ook nodig hebt. Dus welke bril van welke waarneming ga je opzetten? Kijk je nu naar je eigen leven, wat je aan het doen bent? Als ik mezelf afvraag wat ik aan het doen ben, en af en toe vraag ik me dat wel eens af, heel bewust driedimensionaal, om mezelf te toetsen, hè, om te landen en geland te blijven in deze dimensie, dan weet ik heel goed hoe ik dat antwoord aan mezelf kan geven in de derde dimensie. Ik voel het, ik weet het. Omdat ik de bril van de waarneming van mezelf opzet van het grotere geheel wat hier gebeurd is. Nou, dat wilde ik graag eventjes met jullie nog delen voordat wij met elkaar in gesprek gaan. En als jullie het gesprek willen voeren natuurlijk, hè, want dat is, ik kan dat ook niet los
lostrekken of zo. Het is iets wat je met elkaar samen doet. Dus misschien is dit nu duidelijk. De passieve realiteit, de wereld waarin we leven, waarin eigenlijk bijna niks bekend is, maar alleen wie we zijn in de derde dimensie. Ja, je kinderen gaan het huis uit. Nou, dat was het dan. Nou, was wel fijn. Weer een beetje meer ruimte en tijd voor mezelf. Hè? Dat is zeg maar de passieve werkelijkheid. Dan heb je dus de actieve werkelijkheid, die heel erg gebaseerd is met alle modellen van UFO's, paranormale zaken, ook matrixverhalen, alles wat er eigenlijk in zit. Allemaal verklaringen van grotere werkelijkheden. Dus dat zien we heel vaak als groot en verlossend, bevrijdend. Maar dat is allemaal gebaseerd op trauma, omdat we eigenlijk niet echt weten wie we zelf zijn. En dan is dan het derde beeld, sleutel tot een grotere realiteit, die heb ik er dan met dit plaatje maar even omheen gezet. Dat we buiten het model van driedimensionaal en multidimensionaal, wat we ons hebben aangeleerd gekregen, dat daar een andere werkelijkheid ligt. En die andere sleutel tot die werkelijkheid, dat ben jij. En of je dat nou levend ervaart hier, of het moment dat deze werkelijkheid zich uit jou ontkoppelt en dat je merkt dat je helemaal niet dood kunt gaan, dat je de hoax van het verhaal in één keer doorziet, het maakt niks uit waar die sleutel zit tot die andere realiteit, in het moment of in de tijd, het gaat erom dat die in jou zit. Ik ben meerdere keren in deze wereld eigenlijk overleden geweest, maar het is geen overlijden. Ik heb gewoon gezien, ik wist het al voordat ik hier deze werkelijkheid ging ervaren, maar ik wist niet hoe het voelde om dat mee te maken. Maar het is echt fenomenaal leuk. Het is echt heel emotioneel, omdat alle banden die je hier met mensen hebt, en met je leven hebt, en ook echt met de aarde hebt, hè, dus dat hele veld waarin je leeft, dat is een enorm levensveld. Het is een paradijs. Gigantisch. Met de grote oorlogen die er ook zijn. Is het heel vreemd om dat te zien oplossen. Zo noem ik het maar. Het zijn allemaal deeltjes. Dus deze werkelijkheid die wij nu zien, wordt omgevormd door iets tot een werkelijkheid in beelden. Het zijn informatiedeeltjes. En tijdens het moment dat mensen hier denken dat je doodgaat, ga je helemaal niet dood, zie je dat die informatie die deze wereld is, die gaat zich anders gedragen. En er gaat iets uit. Dat is een parasitaire besmetting. Die gaat eruit. Die ontkoppelt zich. Waardoor die het moment dat die zich ontkoppelt, de werkelijkheid die je hier ervaart, zich terugzet naar de plek waar je het laatst was in volledige vrijheid. En jij gaat helemaal niet dood. En als je naar jezelf kijkt in het moment dat dat gebeurt, dan zul je ook zien dat je lichaam zich voltooit. En dat wie je hier al die tijd bent, ook qua uiterlijk, dat eigenlijk een restant is van wie je altijd al bent geweest. En dat het hele karmische model niet eens bestaat. Dat er helemaal niet eens een karmisch systeem is van opvolgen en dat je een lichaam uitkiest en met ouders en dat je een heel ander letterlijk, een ander uiterlijk krijgt. Zelfs dat ga je allemaal zien. Ik heb dat meerdere malen gezien. Dat was echt indrukwekkend. Heel emotioneel om te voelen. Maar echt gigantisch mooi om te ervaren. Wat een gebeurtenis. Dat is de cirkel daaromheen. En in de rechtercirkel zit dus ook het overlijdenssysteem. Van dat je naar het licht toe gaat. Daar zit ook het overlijdenssysteem in. Van dat je hebt gekozen voor deze wereld. Met een bepaalde opdracht. En dat je steeds weer opnieuw terugkeert in deze wereld. Om die opdracht te vervullen. En dat je dus karmische modellen hebt waar je aan vastzit, waar je doorheen moet. En dat je hier een lichaam hebt, je eigen identiteit, dat je dat niet echt bent. Dat hoort daar ook allemaal bij. Want de werkelijkheid hier is dat, dus de grotere cirkel eromheen. En dat is dus wat bekend is bij alle grote confederatiegroepen en buitenaardse die ons bezoeken. De grote sleutel daaromheen is dat als jij nu in de spiegel kijkt, en je kijkt dus gewoon naar jezelf, dat je daar in de kern qua uiterlijk het restant ziet van wie je werkelijk bent. En dat zullen we allemaal merken. Op een dag, op een bepaald moment. Het hangt er helemaal vanaf welke werkelijkheid hier zich gaat ontvouwen. Wat wij met elkaar hier neer gaan zetten. Wat hier tot uiting gaat komen. Welke koninkrijk relaties hier zich mee gaat verbinden. Hè, uit welke werelden dan ook. Zul je zien, in mijn voorbeeld die ik geef, zul je zien dat zelfs als je betrokken bent bij een auto-ongeluk en daarbij lijkt te overlijden, want dat is even voor de mensen die zoiets hebben om zich heen hebben meegemaakt, dat jij niet eens dat auto-ongeluk meemaakt. Het moment van
grote geestelijke shock zit hem in het veld. Het veld stopt en jij bent ongeschonden. Het veld stopt en jij bent ongeschonden. En de ongeschondenheid, dat is zo'n helderheid. Je hele bewustzijn wordt super clear, super helder, alwetend. Alles wat je kunt weten is in één slag open en wakker. En dan zie je, als je naar jezelf kijkt, zie je dus de wereld om je heen, zie je wegtrekken, ombuigen naar iets anders. Daar zitten allemaal geluiden in en klanken en emoties komen er tot leven. Dat is niet te beschrijven wat een emotieintelligentie er van binnenuit komt. Het is alsof je het zwaarste verdriet hebt in deze wereld hier en dan 1000 keer erger. En dan is het niet erg om te ervaren omdat het je eigen denkkracht is die weer open gaat. Die gaat helemaal open en als je naar je lichaam kijkt zie je hele lichaam volledig jong worden. En ook groter worden en compleet. En als je dan weer voor een spiegel gaat staan en je hebt een Polaroid-foto van de aarde bij je, en je houdt die ernaast, dan zie je echt, shee, ik was al die tijd op de aarde ook gewoon mezelf. Maar ik was zo zwaar geparasiteerd door allerlei dingen, dat ik niet eens meer wilde dat ik dat echt ben. En daarom trapte ik in al die modellen dat ik iemand anders ben dan wie ik hier ben. En echt, het is zo belangrijk. Ik heb er echt zo diepe gesprekken over gevoerd met mensen uit de koninklijke werelden. Dat het waardevol en belangrijk is dat we onszelf weer zien. En dat we ook in hier, hoe we hier nu zijn, in welke vorm we hier ook zijn, dat we onszelf kunnen zien in de kern. Ik heb een goede vriend gehad die helaas zijn vriendschap daarvan verloren is gegaan vanuit een beslissing vanaf zijn kant. En dat is dan zo. En die man die is geboren en die is invalide geboren. En terwijl die invalide was, heeft hij ook nog een ernstig ongeluk gehad. Bij verbrijzelde polsen en allerlei toestanden. Een schat van een man. Wat een grote kerel is dat. Zo'n grote man. En die man, die reageerde op dit onderwerp zo heftig. Hij schreeuwde het uit. Hij zei, het kan niet zijn. Het kan niet zijn dat ik ooit gekozen heb voor dit ongeluk. En dat ik heb gekozen voor gehandicapt, want op deze manier kan ik het juist helemaal niet goed doen. En hij trok het helemaal tevoorschijn van binnen, helemaal open. En toen was er een moment, en daar was ik niet bij, maar vertelde zijn vrouw, dat hij zichzelf zag in de spiegel. En dat hij weer trots was op zichzelf. Toen ging het weer stromen. We zijn zo diep beschadigd, het is niet nodig. We zijn zulke mooie mensen. En met het hart op de goede plek. En we moeten gewoon opnieuw inzetten. En we moeten een andere bril de waarneming opzetten. En we moeten ons klaarmaken op de terugkomst van onszelf. En we moeten ons klaarmaken voor de terugkomst van onze kosmische familieleden. En dat gaat hier op de aarde gebeuren. En de hele agenda die hier draait, inclusief dus ook de COVID-agenda, zijn allemaal inlichtingagenda's. Het gaat om iets heel anders. Het wordt in allerlei lagen neergezet en iedereen trapt erin en denkt te snappen wat er aan de hand is. Kijk, als het echt waar was wat gezegd werd, was nu iedereen dood die geïnjecteerd was. Is gewoon niet zo. Er is iets heel anders aan de hand. De hele situatie met China, Noord-Korea, Brazilië, het Midden-Oosten, met Iran, met Israël, met Oekraïne, met Engeland. Alles wat er nu gebeurt, er zit iets heel anders achter. Daar kan ik misschien op gaan reageren als daar eens wat over wordt gevraagd. Maar ik kan niet uit mezelf over beginnen, want dan ga ik echt een enorme luchtbel opblazen met informatie. En dan zitten we hier dus overmorgen nog. En dan weet ik helemaal niet of ik het ook goed kan uitleggen, want dan is er geen interactie zit erin. Maar één ding kan ik wel zeggen, elk land en elke stroming van intelligentie op de wereld, daarachter zitten andere producers. Er is een kosmische oorlog gaande door de aarde heen. En wij moeten zorgen dat we de vrede hier in onszelf terughalen. En moeten zorgen dat we die vrede met elkaar vieren. En dat betekent ook met mensen die met bewustzijn bezig zijn. Die het soms heel moeilijk met elkaar hebben. Waar er soms echt oorlog uitbreekt. En allemaal nare dingen over elkaar worden gezegd. Ik zeg nou maar, houd dat gewoon stil en rustig. Denk nou eens gewoon zelf na. En zie de ander in het licht van wie de ander echt is. Zorg ervoor dat die witte vlag in je hart wordt uitgehangen. Dat is belangrijk. Nou, dat was mijn korte samenvatting. Maar het gaat wel heel erg over jou. En natuurlijk gaat het ook over mij. Want ik vind ook in deze wereld, ik geniet heel erg van deze wereld. Maar ik voel eigenlijk wel heel vaak dat ik ik mis eigenlijk gewoon mijn huis heel erg. Ja. Dus het is niet altijd makkelijk.
En ik hoop dat we daar gewoon met elkaar, dat we daar in alle openheid, in alle tijden wat met elkaar over zullen kunnen blijven praten. Ja. Wat zeg je? Het is een andere liefde omdat het een ander aandachtsveld is. En dat gaan we ook steeds dieper doorzien. Dat liefde eigenlijk een vergankelijk woord is. En dat het gaat om de aandacht die er wordt gelanceerd. En als je echt, als je andere aandacht hebt voor iemand, er zit een andere waarde in een persoon, dan je zou kunnen zeggen, goh, ik hou van die persoon. Ik heb het wel eens aan mijn moeder gevraagd als kind. Dat ze tegen me zei, oh schat, ik hou zoveel van je. Kom eens hier. En dan zei ik tegen moeder, mama, waar hou je dan precies van mij? Ik wilde weten waar ze van hield. Dat vroeg ze ook nog een keer aan mij. Waar hou jij van bij mij? En dan zei ik tegen haar, van je staartje. Dat deed ik wel heel goed. Want mijn moeder had altijd een staartje. Dat deed ze speciaal voor mij in. En dan zat ik lekker bij haar op schoot. En dan zat ik met mijn vinger om haar staartje zo te draaien. En de gevoelens die daarbij vrijkwamen waren gewoon diep ontspannend. En ik kan het gewoon nu zo, terwijl ik het zeg, ik kan het zo nu gewoon zo voelen. Ik voel het ook als ik heel gelukzalig lekker door een bos loop. Dan voel ik diezelfde emotie, hetzelfde als dat draaien om die staart. En dat is de vraag van wat is nou eigenlijk liefde? He? Wat is liefde? Wat kun je zomaar van iemand houden? Hey, kijk eens wat het echt is wat je zo voelt bij die andere persoon. En dan kun je voelen dat liefde aandacht is. En als liefde verschuift naar een bepaalde aandachtsniveau, dan wordt er ook echt het Gods koninkrijk, het scheppende vermogen, wordt daar ook echt geboren. En dan kun je ook merken in deze wereld dat het een hele andere liefdeskracht is. En dat hij ook helemaal niet echt iets wil van de ander, maar dat dat een kracht is die, ja, die dit doet. Die ook beschermt, die ook de ander voedt. Dat is het. Ja. En dan, deze wereld is heel erg lang met leegte geweest. Als je een gesprek hebt met de burgemeester of met een voorzitter van een organisatie, dan voel je dat de mensen het allemaal hartstikke goed doen. Maar je voelt wel dat er zoveel ontbreekt. En dat heeft te maken met de aandacht. Ze kunnen de aandacht, voor zichzelf hebben ze nog niet echt gevonden. Dat zijn meningen, oordelen die ik nu uitspreek, die ik niet zo bedoel. Ik weet even niet hoe ik het anders zou moeten zeggen. Maar je kunt merken bij andere mensen dat ze hun eigen vermogen, hun eigen aandacht nog niet hebben teruggevonden. Dus ze zitten dus in programma's en daardoor kunnen zij ook de aandacht, bijvoorbeeld vanuit een voorzittersrol, voor de club of voor een bedrijf, kunnen ze dat aandachtsveld niet genereren. En ik heb eens een keer zo'n ervaring meegemaakt van iemand die dat wel had. En die was in dat bedrijf werkzaam en die had zo'n enorme aandacht dat die man eigenlijk gewoon helemaal niet zijn werk niet kon doen. Want iedereen wilde met die persoon praten en samen zijn. En de tijd die met die man werd doorgebracht, die was ook echt kwaliteit. Die bracht ook, zonder dat er echt heel dingen werden besproken, bracht dat moment gewoon een soort uplift in de energie. Waardoor mensen zichzelf voelden en gewoon echt vitaal weer aan het werk gingen. En zin hadden tot de volgende pauze. En dan moesten ze natuurlijk weer met die man in gesprek. Ja. Zo gaat dat toch? Kijk, en dat is precies wat we niet moeten hebben. We moeten onze eigen energie genereren, maar wel elkaar ontmoeten. Nou, in de gesprekken die ik heb gevoerd met heel veel buitenaardse mensen, is dit eigenlijk heel gewoon. Je merkt ook, de kwaliteit van gesprekken, die is zo wezenlijk diepgaand en zo ruimtelijk, dat je voelt van ja, dit is het echte leven. En dan praat je ook over deze wereld. Over de enorme liefde die vanuit de andere wereld voor de aarde is. En wat hier op de aarde allemaal gebeurd is. En dan merk je er ook, en dat zijn ook dingen die heel waardevol zijn, dat er naast de dingen die je zelf allemaal creëren kunt en scheppen kunt, hè, dus dat waar de werkelijkheid in informatie op reageert, waardoor er dingen gebeuren die je nooit had kunnen bedenken, of die je in je stoutste droom wel eens een keer voorbij hebt zien komen, en dan die dan toch ineens gebeuren, dat je voelt, ja, dat klopt gewoon zo. Dat is de juiste reactie op mij.
Zo moet het zijn. Dat die dingen gebeuren uit de force, uit de kracht. Maar we moeten ook beseffen dat er, en dat is dat team van meer dan 50 interdimensionale groeperingen, die een hele grote confederatiegroep zijn. Dat zijn enorme beschavingen, maar die beschavingen zijn daar niet allemaal mee bezig. Zo'n 10% van de beschaving is bezig met het ontwerpen, het herontwerpen van werelden. Wordt er zelfs op elke persoon, dat moeten we heel goed even goed beseffen, op elke persoon op de aarde, worden allemaal mogelijkheden ontworpen in talen, dat zijn frequentietalen van de kosmos, worden er allerlei scenario's ontworpen, die worden in deze werkelijkheid, op een bepaalde manier in deze werkelijkheid gebracht. Dus die liggen erin, die liggen in vibratie, en op het moment dat jij voor jezelf naar een bepaald niveau gaat, wat klopt, en je zet een andere bril op, of je doet alle brillen juist af, dan kunnen de scenario's die ontworpen zijn voor deze derde dimensie, het is geen derde dimensie, maar zo ervaren wij dat, kunnen de scenario's van deze grote confederatiegroeperingen, dat zijn dus levensmogelijkheden, die kunnen aanzuigen, klik op jouw bestaan. Dus dan kunnen dingen in jouw leven gebeuren die ontworpen worden door hen. Dat is er ook nog. Is dat geen manipulatie, omdat dat vrije velden zijn die alleen maar kunnen aansluiten op het moment als jij aansluit op jezelf. En dan kun je dat gaan ervaren. En op het moment dat je dat ervaart, ik heb meerdere van dat soort ervaringen die ze voor me klaar hadden gelegd om door bepaalde plekken heen te gaan, omdat er veel barrières om me heen werden aangelegd, waardoor ik gewoon eigenlijk niks meer kon, richtte ik me op mezelf, kwam ik in andere scenario's terecht van die ontwerpers. En terwijl het zijn dan hele plezierige, schone mogelijkheden. En in die mogelijkheden kun je dan nog dieper naar jezelf toe, naar binnen toe. En daar zie je het maar als een soort safe house in de energie. Een veilige bubbel van waar je in kunt verkeren. En daar kun je dan, als je wilt, ook zelf gaan verder scheppen. Maar het wordt gezien als een tegenvibratie van de manipulerende velden waar je mee zit. En dat is ook veel gesteggel om geweest, omdat wat je zegt, hè, van is dat geen interventie? Het is het niet, maar er is veel gesteggel over geweest op alle niveaus. Dit gebeurt niet alleen op de aarde, maar er zijn nog duizenden andere werelden waar dat ook gebeurt. Dat er alternatieve realiteiten worden aangeboden, mogelijkheden, scenario's, die worden erin gebracht in die werkelijkheid om een tegenmogelijkheid te kunnen laten ontstaan binnen al reeds, het geldt alleen dan, binnen al reeds bestaande en situaties die ondermijnend zijn en parasiterend zijn. Dus er worden mogelijkheden neergelegd die alleen geldig zijn op het moment dat je er al in zit in een hele diepe besmetting en een hele diepe gevaarlijke levensonderdrukkende scenario. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. En dan is de mogelijkheid om dat te gaan ervaren, als je erop afstemt, en dan moet je wel vervolgens, want er zit een einde aan die lussen, aan die cyclussen, er zit een einde daaraan, dan moet je uiteindelijk wel aan het werk gaan. En ik denk dat als we heel goed kijken, dat we het ook wel herkennen. Er zijn momenten waarin je bepaalde verlichtingen ervaart, en dan zit er een soort eindigheid op. Dan voel je van, hé, wat interessant. Het lijkt verdorie wel alsof het in elkaar schuift en weggaat. Wat is dit? Wat gebeurt er? En dat zijn, dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat zijn mogelijk dat soort momenten. Dus er wordt op heel veel verschillende manieren met ons meegewerkt. Ja? Ja, die kunnen aansluiten omdat het op trillingswaarde gebaseerd is. Het zijn resonantievelden. En als jij dus inderdaad in jezelf zit, in je eigen resonantie komt, dan kunnen die waterwegen kunnen in elkaar vloeien. Zo moet je het eigenlijk maar eventjes heel eenvoudig zien. Hoewel het zeer complex is, wat er gebeurt hoor, op technisch gebied, is echt heel hoogstaand. Daarom is het ook veel makkelijker om zelf te scheppen. Want zelf scheppen gaat vanuit je eigen kracht. Maar het zijn wel extra uitgangen uit situaties. Ja. Is er een plaspauze mogelijk? Nou, even kijken, is dat hologram er ook ingelegd? Ja, ik geloof het. Ja, dan moet je zelf maar even scheppen. Ja, het is 14:30. We gaan eventjes pauzeren. Ja. Of 14:30 bedoel ik. Ja, klokje loopt een uurtje achter. Geniet lekker van de pauze als je dat nodig hebt.